verwelkom hier aan tafel Dave Borghuis. Goedemiddag. Goedemiddag. En de feestelijke opening van de eerste Makerspace van Twente. Volkomen abacadabra voor mij. Gaan we het erover hebben, want het gaat op 28 mei gebeuren. Dan opent de eerste Makerspace van Twente haar deuren. Vertel, licht dat eens even toe. Wat houdt dat allemaal in? Een Makerspace zelf is dus een fysieke ruimte waar je samen gemeenschappelijk leuke dingetjes gaat doen. En dat heeft meestal te maken met elektronische gadgets of digitaal aanverwante zaken, zeg maar. Mm. Dus dan moet je in een brede zin van het woord zien. Ja, en wat je daar kunt doen is bijvoorbeeld met Arduino, dat is een heel klein computertje, zeg maar, waar je zelf, die je zelf kunt programmeren, kun je allerlei leuke dingetjes mee doen. Maar ook een beetje discussiëren over open source software, privacy en dat soort dingetjes. Robotjes komen voorbij natuurlijk. Robotjes komen voorbij. We hebben al één jongen die heeft al een klein robotje gemaakt. En die heeft met die Arduino dusdanig veel intelligentie ingedaan dat hij zelf zijn weg door de ruimte heen zoekt zonder ergens tegenaan te knallen. Ja, dat zijn echt leuke voorprogrammatjes voor de Lego League of zo, hè? Ja, nou, dit is dan niet met Lego, maar het is wel een beetje hetzelfde. Ja, want die moeten dan ook met die robotjes aan het werken. Hè? Hoe kan het dat er de eerste is? Je zou verwachten in deze tijd van dat zou al toch wel zijn, maar dat is dus niet zo. Nee, in Twente zijn we de eerste. En in het Westen zijn er al wel een aantal. In Den Haag zit bijvoorbeeld de Refspace, waar ik al een paar keer ben geweest. En afgelopen zomer ben ik dus op een camping geweest waar ze ook stonden met een FabLab truc. Dus dat is een truc waar je zelf dingen kunt maken, ook op basis van digitale dingen. Dus kun je bijvoorbeeld een digitale tekening naar een lasercutter heen sturen. En dan wordt er netjes uitgesneden. Nou, dat vond ik zo mooi en zo gaaf en zo leuk. Dacht ik van, ja, waarom is dat nog niet in Twente? Ja. Dus ja, kun je twee dingen doen. Dan kun je wachten tot iemand anders het gaat opstarten. Of zelf aanpakken. Ja, hoe heb je dat aangepakt? Gewoon waar begonnen. Ben je begonnen? Ja, ben je gewoon begonnen? Ja, dus eerst heb ik gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk, zo breed mogelijk aan te kondigen dat ik daarmee bezig ging. En op 28 december ben ik voor het eerst met een aantal mensen bij elkaar gekomen die interesse daarin hadden. Nou, omdat het allemaal nieuw was, zaten ook een aantal mensen bij die totaal niet wisten wat het was. En eigenlijk achteraf gezien dan ook niet helemaal thuis hoorden, zeg maar. Vallen vanzelf wel af. Ja, die vallen vanzelf wel af. En dan heb je dus een harde kern overgehouden die daar helemaal in los kan gaan, denk ik. Ja, we hebben nu iets van 16 leden. Waarvan een aantal gewoon privé zo dusdanig druk hebben dat ze maar een paar keer komen. Maar een aantal vinden dat ook zo leuk. En die zijn bijna iedere avond. Dus en hebben we alle gradaties die daartussenin zitten. Ja, en ook hier zal de verslaving toeslaan? Of ben je daar niet zo bang voor? Ja, verslaving. Het is gewoon gezellig bij elkaar zitten. Mm. Dus het is niet zo dat we allemaal spelverslaafd zijn of dat soort dingen allemaal. Dat is zeker niet. Nee, maar je bent toch bezig met het gebeuren en zo. Dus enige gewenning. En omdat het is natuurlijk ook je ding als je dat gaat doen. Ja, maar het is wel heel breed. Dus het is niet zo dat we iedere avond dan met hetzelfde bezig zijn. Het kan best zijn dat we in een avond een systeem installeren met wat toeters en bellen. Mm-hmm. En een andere avond iets compleet anders doen. Dus, Nou goed, we gaan er zo over doorpraten. Waar het allemaal is en hoe dat dan gaat. Met de apparatuur en het gereedschap en de computers. Nog even doorpraten over met Dave Borghuis over deze Makerspace. De eerste Makerspace van Twente. Prachtig woord trouwens, Makerspace. Ja. Is dat het legale woord voor deze dingen? Ja, en het ligt ook een beetje aan in welk context je gebruikt. Als je het in Engels gebruikt, wordt er meestal het woord hackerspace gebruikt. Maar dan moet ik wel even het woord hacker uitleggen. Want anders denken ze meteen van allemaal criminelen die computers in kraken. Dat is absoluut niet. Dan moet ik eigenlijk teruggaan naar het oorspronkelijke betekenis van het woord. En dat is meer het creatief gebruiken van technologie. Op welke manier dan ook. En als je dus bijvoorbeeld een even andere speelgoedbeer die praat, ombouwt. En dan ineens wat minder lieve dingetjes zegt. Ja, dat is ook hacken. Mm. Dus op die manier moet je dat eigenlijk zien. Ja, een beetje breed moet je dat zien, hè? Ja, je zegt al, de makerspaces zijn een opkomende trend in Nederland. Er zijn er al 10. En de eerste dus hier. En populariteit komt door snelle ontwikkeling, hè? Want het gaat maar door. Omdat steeds meer dingen digitaal kan tegenwoordig. Dat is natuurlijk begonnen met printers en dat soort dingen. Maar je hebt tegenwoordig ook 3D-printers. Dus kun je ook een bestand naartoe sturen en dan kun je iets laten afdrukken. Maar dan echt driedimensionaal.
Ja, geweldig. En je kunt stickers tegenwoordig maken. Kun je ook gewoon naar een printer insturen. En dat zorgt ervoor dat alles wat met dat soort dingen te maken heeft... steeds meer in de belangstelling staat. Steeds meer dat je zelf dingen kunt aanpassen... en kunt wijzigen naar je eigen inzichten. Zeg ja. Maar. Nou, doe jij dat ook voor je vak, hè? Ik ben zelf softwareontwikkelaar. Softwareontwikkelaar, ja. Dus dit komt wel op je pad natuurlijk. Ja, zeker. Het gaat mooi automatisch verder zo natuurlijk. Je was natuurlijk ook eerst een amateur hierin. En nu inderdaad... Nog steeds een amateur. Ja, maar je wordt bijna een semi-professional. Voor sommigen zal dat gelden, denk ik. Ja, denk ik wel, ja. Ja. Maar dat ligt puur aan mijn eigen belangstelling. Dat ik daar in dat soort dingen wel heel erg geïnteresseerd ben. Mm-hmm. En alles wat dan op mijn pad komt, dat pak ik dan wel op. Of daar probeer ik wel iets mee te doen. Ja, dat komt door je interesse en door je passie of hobby. Of hoe je het ook maar noemen wilt. Is het een passie of een hobby? Nou, toch wel passie. Ja, dat gaat nog iets dieper natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Dan natuurlijk, als je zegt van ik wil dat graag doen. Dan moet er ook een ruimte komen. Hè? Hoe heb je dat allemaal aangepakt eigenlijk? Hebben we op een goed moment bij Tetum aangeklopt. In Enschede, dat is een kunstinstelling daar. En die was op dat moment een beetje aan het zoeken voor een ruimte voor kunstenaars. En ja, daar pasten wij wel heel erg mooi tussen. En op die manier hebben we een plek gekregen bij Tetum Tussentijds, heet dat project. En zitten nu in Enschede in een soort bioscoopzaal. Die we een beetje hebben ingericht naar onze eigen inzichten. Mm-hmm. En daar staat ook een arcadekast, een hele elektronica hoek waar je kunt solderen en met onderdeeltjes. Gereedschaphoeken waar we het in andere in hebben staan. En hier in de Oldenzaal? Ik vind toch wel dat je een wat grotere stad moet hebben om een beetje aandacht te kunnen krijgen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat Oldenzaal zelf een beetje daar te klein voor is om daar echt zoen in te krijgen zoals je dat in Enschede of Hendelo wel zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Dave, we hebben het over de Makerspace en die zit in Enschede. Hè? Ja, klopt. Daar kunnen de mensen naartoe. Komen er ook mensen van buiten? Er zijn een aantal mensen uit Enschede. Oldenzaal ook? Ik. Oh ja. Tuurlijk, maar ook wel wat uit Hendelo en wat andere steden. Dus het is niet echt alleen Enschedese mensen die dat doen. Nee, maar die mensen hebben het er wel allemaal voor over om natuurlijk te komen. Hè? Ja. Hoe gaat het dan? Waar zitten jullie precies? Het is Molenstraat 74 en dat is een tijdelijke anti-leegstand. Op dit moment hebben we een contract tot de 31 mei. En daarna zouden we eigenlijk per maand... eruit gezet kunnen worden afhankelijk van hoe snel de gemeente is met bepaalde plannen. Ja, heb je contacten daarover met de gemeente? Iemand zegt van, nou ja, valt nog wel mee, Dave, en zo. Nee, we zorgen nee, wel voor een andere ruimte. We hopen natuurlijk dat we daar nog heel lang kunnen blijven zitten. De Makerspaces op de andere plekken hier in Nederland, hè? Die zijn ook heel druk. Hoe ons dat voorstellen? Zijn er veel meer mensen die dat bezoeken? Die zijn ook op zich wat groter, maar de meeste die bestaan ook al wat langer. En de meeste plekken zitten ook een beetje op anti-leegstand. Of dat is tijdelijke plekken, zeg maar. Omdat je eigenlijk, je wil de vaste lasten eigenlijk toch zo laag mogelijk houden. Mm-hmm. Zodat er zoveel mogelijk geld overblijft om leuke dingetjes en leuke projectjes te doen. Ja, zeker. Begrepen, ja. Ben je daar lid van zo'n Makerspace? Ja, klopt. Ja? En wat zijn de tijden dan om daar terecht te komen? Als je lid bent, dan krijg je gewoon eigen toegang. Dus op dit moment hebben we een nieuw sleutelsysteem en we zijn nu bezig om met iButtons te gaan werken. Dus een elektronisch toegangssysteem. Het zal ook niet wezen. Ja, dat maken we ook allemaal zelf. Dat maken jullie allemaal zelf natuurlijk om binnen te komen. Geweldig. Ja, en dan is de bedoeling van mocht je midden in de nacht de inspiratie krijgen om wat te gaan doen, dan ben je van harte welkom. Wij zijn ook iedere dinsdagavond vaste avond. Dus dan komen de meeste mensen ook wel. Om te socializen, om zo maar te zeggen. Ja, zeker. En ideeën uit te wisselen. Ja, en we houden ook op onze website, kun je zien of we op dat moment open zijn, ja of nee. We hebben ook een Twitter-schakelaar. Dus als iemand binnenkomt, dan kan die schakelaar omhalen. En dan wordt een status geüpdate. En dan kun je zien of iemand aanwezig is, ja of nee. Dus we proberen op allerlei manieren bij te houden wie wanneer aanwezig is. Zodat je ook kunt zien van, ja, er is al iemand. En dan is het gezellig om even langs te komen. Of er is niemand of... Ja, een beetje afhankelijk wat je zelf wilt natuurlijk. Nou, het is een volkomen andere wereld voor mij. Maar ik vind het wel heel boeiend om het allemaal te horen. Dat zoiets wordt opgestart. En dat het nog maar een lang leven beschoren mag blijven natuurlijk. Zeker, hè? Zeker. Met alle ontwikkelingen in de digitale wereld. Ik heb er goede hoop in. Dus. Oh, hartstikke leuk. Ja. Dat de groep maar mag groeien. En fijn dat je hier even over wilde vertellen. Dankjewel. Dankjewel.